Op onze doorreis zijn we weer in de stad Rhodes gekomen, alwaar een witte waypoint in de stad te vinden is. Dat betekent dat er weer een missie is. Een stranger. En die zou hier ergens moeten zijn. Die zit iemand op het bankje, is die? Laat ik even die waypoint van de map afhalen. Kijken of het deze man op het bankje is. Of op een steen zit hij eigenlijk. Ja. Okay there, mister. You're naming a move. Move? I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. That wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Die man heeft ruzie gemaakt met mensen doordat hij zijn werk heeft gedaan. City slicker here to demean some good old boys of my fine words. Maar ik ga deze man maar eens even helpen, denk ik. So they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yeah, aardige mens. But no great love for my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. Ja, dan even zijn kaart terughalen. Please don't go to any trouble on my account. We gaan even zijn kaart terughalen. Omdat wij. Okay, thanks. Macomb's End. Nou, laat ik mijn paard meenemen. Zullen wij eens even de weg proberen te vinden naar Macomb's End? Kan ik nog over het hek heen springen met de paard? Ja. Macomb's End. Ik weet niet waar of wat het is. Maar kennelijk kunnen we daar de wagon terugvinden van deze aardige man. Die blijkbaar mensen voor het hoofd heeft gestoten. Een minuut. Dat leek mij wel aardig, maar... Die lui denken er blijkbaar anders over. Macomb's End. Het moerasje, denk ik, lijkt het. Onder de brug door. Lijkt inderdaad richting het moeras te gaan. Zo stuurt de waypoint ons nog niet naar de overkant. Wat vreemd is gezien de rest. Gewoon maar weer door het bos knallen dan. Een slang in de boom, een flink ook. Macomb's End. Is dat deze hut? Staat iemand? Ja, hier is dat Macomb's End. Dr. Friend of mine lost his wagon. You all ain't seen it, have you? Dat is raar, hoor. We worden hier weggestuurd. Maar we gaan natuurlijk gewoon daar wel naartoe. Een beetje waden door de modder.
Zodat we niet gezien worden. Deze wagon. Oh, we worden gelijk al gepakt. Ik dacht nog, we gaan dit vredelievend aanpakken, maar dat zitten die lui toch niet op te wachten blijkbaar. Oh, ik heb een paard in zijn kop geschoten. Ik wou die man killen. Ik heb een paard in zijn kop geschoten. Die voor die kast stond. Ik ben echt een schappie, jongen. Ik ben echt een schappie. Nou, kom paard. Geef mij mijn ding mee. Mijn vertrouwde repeater. Je moet natuurlijk niet een paard van die dokter in zijn kop schieten. Wie zegt dat? Wie? Ja, kom dan. Waar ben je nou? Er is hier nog een dude ergens. Oh, daar is hij. Ik ben rustig aan het looten. Hij is in het water gevallen. Oh, hij staat op, hij staat op. Nou zie je dat. Search the saddlebag. Misschien heeft de paard nog wat nuttigs bij zich. Flesje whisky. Altijd handig als je paard bent. Hier binnen is niks. Dan gaan we die wagon maar meenemen van die man. Ik denk dat dat dan toch de vervolgstap is. Hier, deze man zakt langzaam weg in de modder. Heb je nog wat loot voor mij? 73 cent. Nou, kom. Get you back to the doctor. Sorry dat ik je net in je kop heb geschoten, paardje. We gaan nu gewoon rustig onze weg vervolgen naar onze goede dokter, ja? Zonder dat je in je kop wordt geschoten door een vreemde man. Daar wordt niemand beter van. Oh, we worden overvallen ineens. Word ik weer doodgeschoten, de paard. Jongen. De wagon was destroyed. Ja, ze schieten het paard steeds dood. Wat is dat voor het slap paard, jongen? Eerst schiet ik zelf de paard dood. Ik zei nog. Sorry dat je in je kop bent geschoten. Wordt hij daarna weer in zijn kop geschoten door iemand anders. Ongelooflijk. Nou, kom op. Ik had er ook eigenlijk geen rekening mee gehouden dat ik aangevallen zou worden door mensen hier op straat. Laat ik hier een beetje door de bosjes sneaken, want ik heb hier al een bruggetje gezien.
kan ik misschien die mensen ontwijken op de weg. Als ik dit bruggetje hier zo kan pakken. Dan moet ik een beetje provisorisch sturen. Nou, daar zijn die paarden niet voor gemaakt, zie ik al. Nee, jongen, jongen, jongen. Kom, paarden. Jongen, 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 jongen. Wat een paarden, jongen. Loop gewoon naar rechts. Draaien. Draaien. Kijk eens, jongen. Wat een lenige paarden, jongen. Geen beweging in te krijgen. Ik denk, ik ga hier gewoon overkant. Zit er niet in. Nou, dan gaan we toch maar gewoon over de weg. Als die paarden die normaal kunnen doen. Nog een paardenkar. Hup, brug over. Gaan. Wat een kar, jongen. Een kar van niks. Slappe paarden die zichzelf in de kop laten schieten. Tot twee keer toe. Ongelooflijk. Oh, we zijn er al. Nou, kom op. Waar is die dokter, man? Kijk, die paarden lopen, jongen. Dat is normaal, man. Zit hij er nog? Ja. You know this fella, don't you? Huppakee. We hebben de kar teruggebracht. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you for that matter. The only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. Nee, dat denk ik ook. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Nou, dat is best wel een probleem. Die paarden van jou zijn kapot geslagen. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Kijk, nou, hebben die man toch weer mooi geholpen. Zo zijn we dan ook weer, hè? No Good Deed heet de quest. We hebben dit boekje gekregen. Hoe moet je zo'n ding maken? Nou, dat heb ik geleerd. No Good Deed hebben we gehaald. Betekent dat we deze video weer kunnen afronden en door kunnen gaan naar de volgende. Ik zie jullie dan. Tot ziens.